Een bankske gezet, drie polen en plank, iets te hoog, maar het gewoon net. Het zit duizend keren bitter als een stoel uit de winkel. Het bankske wat ik in mijn hof heb gezet. Het bankske wat ik in mijn hof heb gezet. Maar ik weet wat ik meegenomen heb. Bert, waar dan? Speciaal voor de krant. Waar zit ik trouwens met die lap hier? Voor jouw gejank. Voor mijn gejank. Ik had speciaal voor de krant, voor jou. Kan ik even vasthouden? Oh, kijk toch! En Bartje Jans is ook al dood. Wist jij dat? Hoe gaat het met die therapie van jou? Gabia. We moesten vorige keer allemaal lachen. En de keer daarna, en nou zit allemaal te janken. Alles komt los. Al die emoties komen los bij jou. Ja, maar ik van Bartje Jansen, daar wist ik echt niet. En is het gekwek er een beetje uit? Welk gekwek? Nou, dat je steeds zo lelijk doet, is dat er een beetje uit? Ik zit tegen jou te vertellen dat de mensen dood zijn en gij, God, die zitten mouwen over mijn gekwek. Hier, daar ben jij een niet inlevend type, zeg. En Sietje vergeven en Bartje Jansen, allebei dood. Wil je nog weten wat ik mee heb gebracht? Krijg dat gewoon niet goed in mijn handen. Ja, ik heb zo af en toe nog last van die stressaanvallen. Ik ga het voor jou wel even maken. Ja, ik loop geef het voor die jou krant hier. Wacht nou even. Ik heb namelijk van ons Jo. Speciaal voor de krant. Dan moeten zo die vleugelmoertjes moeten 1, zo open draaien. 2, 3. Die vleugelmoertjes die draaiden open. 4. Waar zit jij te tellen? 6, 7, 8, 9, 10. Ik kom. Buik ademhalen. Wie niet weg is gezien. Hoe voeten goed voelen, zinnen ze. Ademhaling laag. En maken dat alle stressobjecten uit de buurt komen. Waar zitten wij eigenlijk toch op? Sst. Kijk. Waar kijk. Lekker vastgemaakt. Kijk hier een krant met een grote plank eraan. Wat moet ik hier nou mee? Ik kan er lekker blaaieren. Dan valt hier krant niet uit elkaar. Kan ik blaaieren? Nou, daar is fijn. Moet dat zo? Ja. Nou, dat leest toch een stuk makkelijker, zeg. Waar ben ik daar nou blij mee? Ja, dat dacht ik al. Volgens mij is gewoon een vlag. Ja, zo wel, ja. En wie heeft dit uitgevonden? Dat is gewoon, kijk hier. Hup, Piep Dagblad. Piep Dagblad. Ik kan toch niet alles zeggen tegenwoordig. Kijk, wat ik nou heel, heel fijn vind van jou, hè, is dat jij mij wil helpen in mijn gestreste periode. En dat jij het goed bedoelt, dat snap ik ook. Ik weet maar niet. Maar dat je nou met dit soort gezeik aankomt, dat, het een, dat je het aan je krant vastmaakt, omdat ik dan minder gestrest gooi worden. Ja, weet je wat het is? Dan moet ik tot 20 tellen, Mientje, voordat ik op mijn kant iets aandoe. Ben ik klaar? Ik heb al een kerstkop gestoken voor jou. Wat dit nou is? Ja, voor de krant.
Dat is voor de vitrage van vroeger. Voor de vitrage? Ja. Oh ja. Je weet toch wel? Ja, jij had dat van je kreukvitrage voor uw kiet hangen. Maar dat had ik niet. Bij mij was het altijd mooi lekker glad gestreken. Dan duwde die een vitrage hier zo tussen. En dan... Want het vuil is, want het is best zwaar. Ja, best zwaar, hè? Ja. Maar overdreven, zeg. Ja, omdat zo er zwaar niks van is klopt. Nou ook weer niet. Dat klopt gewoon niks van. En als je die lat dan aan uw vitrage hing... Dat trok daar de kreukels eruit. En waarom staat er dan Brabants Piep Dagblad op? Waar nou Piep Dagblad? Ja. Daar staat Brabants Dagblad op. Omdat het gedijnen van het Brabants Dagblad waren van het kantoor daar. Oh. Wat een klets. En waarom heet onze Yoda dan van de zomer? Dat weet ik niet. Die scharrelde er heel wat rond, hoor. Die heet van alles. Zal hij wel weer gegapt hebben? Ik gooi verder. Denk lezen. Dat je nog even wat meer tijd moet hebben om het te laten zakken. Welk? Het is voor de krant, dit. En de teleurstelling in Suriname is ook al groot. Oh. Het is ook al groot dat de teleurstelling in Suriname ook al groot ik, is. Ik vind de teleurstelling van dit alleen al heel groot. Hier, laat mij maar. Ik heb... Oh, erg zat hier. Oh, baba. En er zijn ook nog Eiffeltorentjes in beslag genomen, staat hier. Hoe kunnen ze dat nou doen? En Pakistan deporteert weduwe van Bin Laden. Nou, dat doet het toch niet. Dat doet het toch niet? Naait er ook maar uit. 1, 2, 3, 4. Ik gooi maar tot de 5. Voeten op de grond. Buik aanspannen. Ademhaling laag. Het helpt. Nou, dan gaan we weer. Als jij denkt dat het een krantenlat is, wat ons Mintje zegt, dan mailde voor haar. Maar het is gewoon voor de vitrage, hoor. Om die kreukels eruit te halen. Jullie onder de huisvrouwen thuis weten echt wel dat daar gewoon vroeger bestond. Ik wens jullie nog een hele fijne dag. En garen tot de volgende keer. Houden we. Ik hoor de wielen aan de kanarie, aan de rolpost, aan de pimpelmees. Och, waar ben ik toch relaxed, waar fijn. Ja, en natuurlijk, je weet dat ik gelijk heb. Dus mail de even naar hieronder. Naar het mooie mailadres. En ja, je kent natuurlijk wel wat winnen, hè? Die prachtige prijs. Ja, nee. Het is gewoon de eer. Maar mail maar even. Dat vind ik wel hartstikke leuk. Houden we.